praten met iedereen die avond, maar met niemand meer dan 5 minuten. Ik kreeg minder. Ik vond haar op het balkon, ze hing over de reling op het randje van voorover. Ze zei, ik ben een zwaan. En of ik haar drankje even vast wilde houden. En dat was het moment waarop ik voor het eerst in mijn leven stotterde. Zij liep naar binnen. Een half uur later liep ik met een warme Bloody Mary in mijn hand achter haar aan. En bleek dat ze al 20 minuten weg was. Dave zei dat ze mijn vest had en zo'n meisje is niets voor jou. Wie is Lucy? Lucy. Ik kan op je krap. Ja, Lucy is bij. Lucy. Nee, ik weet helemaal niks over Lucy. Nee. Lucy, dat is volgens mij een vrouw en ja, daar heb ik niet zoveel verstand van. Dus. Ik weet niet, hoe spel je het? In the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds? Lucy in the sky with diamonds. Lucy, ja, het grote mysterie natuurlijk. Iedereen is benieuwd naar Lucy. Lucy is dat meisje van de koekjesfabriek. Toen ging jij een keer nadat we uitgegaan waren, veel te veel gedronken, had jij weer zin in koekjes. Ik heb altijd zin in koekjes, Dennis. En toen was dat toch dat meisje die daar die koekjes zo lekker plat stond te slaan. Die deeg zo lekker heel agressief stond ze met die koekjes te bakken. Was dat Lucy? Lucy is een van de leukste mensen die ik ooit ben tegengekomen. Lucy is een heel dik wijf van 58 jaar. Dus ze had mijn moeder kunnen zijn. Als ik aan mijn moeder denk, op 20-jarige leeftijd, dan vond ik mijn moeder nog beter. Hoe ziet ze eruit? Waarschijnlijk hele hippe tweedehands vintage kleren, denk ik. Indrukwekkend. Ik denk dat we dan een heel eind in de richting zijn. Okay. Ze draagt altijd korte rokjes. Ze heeft een rood jurkje vaak aan. Toen had ze een wit schort aan om de koekjes te bakken. En zat de hele tijd de handen zo een beetje heel sensueel. Maar ook agressief over de schort te vegen. En ze spuugt minstens 2 keer per minuut op de grond. Maar soms in je gezicht. Blond met een staart. Blond. Als ik aan Lucy denk ik wel aan blonde haar. Ze had blond haar, heel stijl, wel gewoon cool. Ik zei bruin haar. Sowieso. Je moet natuurlijk wel de huid en de haren erbij denken. Maar dan mag ze er wel zijn. Dan is het een. Wel een mooie. Ze is 1,40. Wat vind je van haar? Weet je, als ze huppelt en gewoon zonder na te denken zichzelf is, dan is ze echt een van de tofste mensen van de wereld. Oké, ik vind Lucy heel arrogant, maar daardoor is het wel leuk om met haar uit te gaan. Nou, ik vond haar dus vrij agressief. Ik dacht eerlijk gezegd dat ze een rocker was, dat ik haar kende van de televisie of zo. Zo'n soort ex-rockster die dan te veel gesopen en gesnoven had en daardoor in de koekjesfabriek terecht was gekomen, maar dat was ze niet. Aantrekken. Een beetje dikker gisteren wel. Ligt eraan wat voor avond het is. Ik wilde eigenlijk een heel erg goede quote over zeggen, maar eigenlijk is het niet echt mijn vakgebied. Wil je ook iets zeker te zeggen? Ja. Lucy. Lieve Lucy. Lucy. Het is moeilijk om iets tegen je te zeggen, maar... Een van die dingen die je zou kunnen zeggen is... Lucy, ik heb ongelooflijk veel van je gehouden. En ik houd nog evenveel van je. Maar ik moet er weg! Niets voor jou. Niets voor jou.